tenen de kase konusi. Oten en fa wan koko e taki. Oten wan koko e taki. Oten wan koko e tak nanay. Ya toch? De sonnenes en de bellense van ay boy, koko is e taki. Dat gaat niet zozeer om de muziek. Het gaat om de tekst, wat het gezongen wordt. Maar hetzelfde aan jou, met de kase konusi. Oten a kase koko e taki. Discussieleider Clifton Braam gisteren tijdens de discussieavond Yarifu Kaseko. Dit evenement werd georganiseerd door de werkgroep Yarifu Kaseko 2017 en is gehouden in restaurant Spice Quest. Volgens Siegfried Gerling, de inleider van de avond, behoeven veel woorden niet veel te zeggen, maar belangrijk is dat de boodschap overkomt. Pika Kaseko. Our style, our sort of popo, the medispa at the jumpo dancing, the poor footu. And also, crazy more of a word to because the word to na for furu, ma I picky so one facita caboscopo edoro, neglecti a phone phone as copo di bewaka. Mami, what degree unu for fen moro exemple for word spelling in Icaseco? This no one. Chago. Mati ati blong pangalang, teke biki gong pangalang, abariye, me gosuta wenche trowe. Non vuoi cri ati blong e pita ati no di na atori di si. Ma na so ama pote lobi aboskopu. Kandoro. Asandisi poti kaseko poku moro furu den tekspika epna soso tu epna drum da debe sa dansi ma asandisi isa agrina nga mi anotru abe deso wan pisten tak deso poku disi be de bakadoro bika abe stotu abe afrontu sma yesi tak isa me kasan grom. Gerling geeft verder aan dat de verborgen boodschap achter de muziek zeer belangrijk is. De panelleden voor de discussieavond Yarifu Kaseko waren Kenneth Moerli, John Jones, Stephen van Frederikslust en Olu Abinna.